Een dalend aantal ouders betaalt de vrijwillige ouderbijdrage aan de school van hun kinderen. Steeds vaker omdat ze het niet meer kunnen betalen. De ouderbijdrage wordt vaak gebruikt voor het financieren van bijvoorbeeld schoolreisjes. Scholen kiezen er nu voor om schoolreisjes te schrappen om ouders niet verder op kosten te jagen. Dankzij Paul Eigenhuizen van de partij Gewoon Nijmegen.nu en Dilano van Luik van het CDA Nijmegen trekt de gemeente 60.000 euro uit om 11 scholen hierin te steunen. En we willen juist voor zorgen dat ieder kind, iedere spruit recht heeft op een schoolreisje. En daarom hebben wij de plan ingediend, zodat iedere school van de gemeente bijna 30 euro per leerling krijgt om daadwerkelijk een schoolreisje aan te kunnen bieden. Het is wel belangrijk voor de ontwikkeling natuurlijk. En vooral omdat je ziet dat er een grote ongelijkheid is. We hebben daarom bewust ook gekozen voor een ongelijke investering. Dat we juist kijken naar scholen die het hardste nodig hebben. Want je ziet gewoon eigenlijk een tweedeling. Sommige scholen bieden wel een schoolreisje en andere niet. En leerlingen zien dat. Die hebben ook vriendjes die voetballen of op een andere plek. Die wel zien dat hun scholen schoolreisjes aanbieden. En dan denken, hé, maar mijn school doet dat helemaal niet. En dan krijg je al heel vroeg het besef dat er een ongelijkheid is in deze maatschappij. Terwijl je juist wil dat juist vroeg kinderen niet de dupe zijn van de ongelijkheid die in deze maatschappij zit, waar vooral ouders ook last van hebben. Want die kinderen kunnen daar helemaal niks aan doen.